morgen dan toch echt het lang verwachte NIOD-onderzoek verschijnt over Srebrenica. Over de 7000 doden die daar vielen en de mogelijke Nederlandse verantwoordelijkheid daarvoor. Zal er een einde kunnen komen aan het steeds weer oplaaiende debat over dat pijnpunt van ons nationale geheugen. Of niet? Er is al eens eerder historisch onderzoek verschenen over zo'n pijnpunt. 1969, de excessennota over het Nederlandse optreden in Indonesië, kort na de Tweede Wereldoorlog. En naar dat onderzoek keren we vanavond terug, ter vergelijking. Over geschiedschrijving en nationale trauma's. Goedenavond. Voor de goede orde, de verschillen tussen het Nederlandse militaire optreden in Indonesië en in Srebrenica zijn groter dan de overeenkomsten. In Srebrenica waren we op last van de Verenigde Naties, vredestichter boven de partijen. En toen een van die partijen 7000 man van de andere partij vermoordde, droegen we daar mogelijk een verantwoordelijkheid voor. We hadden die mannen niet verdedigd, maar we hadden ze niet zelf vermoord. In Indonesië daarentegen waren we kort na de oorlog zelf partij. Het was ons eigen Nederlands-Indië nog, dat we verdedigden tegen Sukarno en zijn vrijheidsstrijders die ons kwijt wilden. We voerden daartoe twee politionele acties uit in 1947 en 1948. En we zagen dat als pacificatie, vredestichting dus, ook toen. Onze jongens waren daar om de bevolking te helpen. En daar gaat hij dan weer. Op zijn dode eentje speelt hij dag in, dag uit, ongesalarieerde commissie van goede diensten. Dat was het ideaal. De praktijk was die van een guerrillaoorlog waarin Nederlanders minstens 150.000 mensen doden. Een heel ander verhaal dus dan Srebrenica. Maar kijk je naar de omgang met die beide erfenissen, de verwerking zo je wilt, dan springt al gauw een overeenkomst in het oog. Srebrenica bleef in ons nationaal geheugen rondspoken doordat de media sporen vonden van bedenkelijk gedrag aan Nederlandse zijde en van pogingen die in de doofpot te houden. Denk aan het gewiste fotorolletje. Zo werd ook over Indonesië het nationaal geheugen opgeschud, zei het pas 20 jaar na dato, 1969, door de media. Toen de VARA actualiteitenrubriek Achter het Nieuws een uitzending wijdde aan een openhartig interview met een voormalige dienstplichtige. Meneer Huting, u stelt dat Nederlandse militairen oorlogsmisdaden hebben begaan in Indonesië. Wat hebt u er zelf van meegemaakt? Wat hebt u ervan gezien? Waar hebt u zelf aan meegedaan? Ik heb in Indonesië destijds 2,5 jaar gezeten als militair bij de infanterie. Onder andere bij de inlichtingendienst. En ik heb daar meegedaan aan oorlogsmisdaden. Ik heb ze zien verrichten. En om daar een paar voorbeelden van te geven, kan ik u vermelden dat er kampongs doorzeefd werden, waarvan de militaire noodzakelijkheid niemand destijds inzag. Dat er verhoren plaatsvonden waarbij op een afschuwelijke manier gemarteld werd. Waarvan ook de militaire noodzaak moeilijk aan te tonen zal zijn. Ik wist wat er over zou gaan. Maar de varens die kwamen, die waren niet van tevoren afgesproken. Integendeel, ik vond sommige varens behoorlijk vervelend. Ja, wat gebeurde daar precies, Hoegans Jacobson? Hoe ging dat dan? Hij voelt dus door. Hoe moeten we ons dat nou voorstellen? Dat zo'n groep Nederlandse soldaten daar door de oerwouden trok en dan, ja, hoe verder eigenlijk? Dat moet je zich zo voorstellen dat we daar over het algemeen naar ons gevoel te weinig militaire sterkte, laten we zeggen een gehavend peloton in plaats van 30, 40 mensen, 15 à 20 mensen, op patrouille gingen voor een halve dag of langer of korter. En daarbij dus vijandelijk vuur kregen, mortiervuur, geweervuur, vuur van automatische wapens. Waarbij we van kampong naar kampong sprongen, kregen we dan mensen in handen. Dan zaten we daar vaak om verlegen. Wat moeten we met die mensen doen? Die mensen die, kunnen we meenemen, maar dat kost ons vuurkracht. Die moeten bewaakt worden. En dat wordt vaak zo, vooral op de langere patrouilles, dat we die mensen afmaakten. We vormden toen een federatie van arbeidersorganisaties. We hebben toen een brief gestuurd aan de Jong. We hebben dus gezegd, kijk, stel een onderzoek in. Bestraf degene die zich op ergerlijke wijze schuldig hebben gemaakt
aan excessen geweldsmisdrijven. Waaronder wij ook hadden begrepen en doelden ook op Huting zelf. Dat klopt dan allemaal niet. Dus dan ben je wel een klein beetje verontwaardigd. Was u ook verontwaardigd? Ik heb 2,5 jaar in Midi Sumatra gezeten, in Padang. En van de excessen was het niks bekend. We hoorden wel eens een verhaaltje van als ze gearresteerd werden in de buitenposten. Dan zeiden ze, we geven ze de kogel, dat kost 7 cent. Dus mijn vliegtuig naar Padang, dat kost 30 gulden. Ja, maar dat waren vriendoendes verhalen, maar excessen. Ik heb er nooit van gehoord, die 2,5 jaar dat ik er gezeten heb. Ik heb de meest wilde verhalen gehoord van wat er in die periode gebeurd is. Maar wat ik dus Huting en waar mijn aanval toen en eigenlijk ook met Dion op was gericht, is namelijk dat het werd voorgesteld alsof het een structureel beleid van de krijgsmacht was. En dat was het dus niet. U blijft dus bij uw conclusie dat Nederland bij het uitvoeren van de politionele acties in Indonesië zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden en over de term van de systematiek kun je twisten. Maar dat het op grote schaal gebeurd is, dat is zonder enige twijfel het geval. Wat er altijd uitgemonteerd wordt bij interviews, dat is dat ik ook regelmatig gezegd heb dat we ons daar soms schitterend gedragen hebben. Onder omstandigheden waarom we hadden mogen schieten, wat we toen niet gedaan hebben. Aan de andere kant zijn er dingen gebeurd waarvan je dacht, ja, was dat nou nodig? Dat is heel merkwaardig, zo'n sfeer, zo'n klimaat voor zo'n patrouille. En dan vooral in een terrein dus waar wat kan gebeuren. Prikkeldraad, zandzakken, stellingen, stof en wat modder. Een beetje eenzaamheid en een heleboel waakzaamheid. Het gaat om de veiligheid van leven en bezit van al die mensen in de kampongs die zich aan onze hoede hebben toevertrouwd. Daarom gaan wij ook patrouille lopen in het terrein. De bevolking moet ons geregeld zien. Dat schept vertrouwen. Dat patrouille lopen zullen we leren van de makkers van het KNIL. Wapenbroeders van alle landaarden uit de archipel. Prachtkerels en kenners als geen ander van dat voor ons nog onbekende terrein. Zij kennen de strijdmethodes van onze tegenstanders. Zij zullen ons waardevolle dingen leren. Neem alles van hen aan, hoe ongeloofwaardig het soms klinkt. Toen we 14 dagen in Indië waren, toen moesten we, om te acclimatiseren, een wandeling maken, bewapend. En toen wij kort onderweg waren en Sawa passeerden, liep er een mannetje op een Sawa-dijk die niets deed. En waarvan de luitenant ineens het bevel gaf om te stoppen, de patrouille te stoppen, naar mij toe holde en zei, zie je dat mannetje? Ik zei, ja. Schiet hem neer. Ik was natuurlijk perplex, want dat doe je zoiets niet. Dat doe je niet. Ik stond dus zeer verbaasd en hij herhaalde het bevel, schiet die man neer. Fijn, ik pak mijn geweer. Ik schoot expres achter het mannetje langs. Het mannetje bleef doorlopen. Fijn, de luitenant heeft tot 3 maal toe het bevel herhaald dat die man neergeschoten moest worden, dat die man dood moest. Toen ik na het 3e schot dus kennelijk die man niet neer had kunnen schieten, haalde die er een ander bij en zei tot 3 maal toe ook hetzelfde bevel, die man moet dood. Deze jongen heeft het ook niet gedaan. Waarna de luitenant eventjes naar dat mannetje bleef kijken en uiteindelijk zei, ach, laat hem maar lopen. Een koloniale oorlog met 2 waarheden. De ene waarheid is terug te zien in de films die leger en regering lieten maken. De andere zit in de verhalen van de veteranen die achter het nieuws uitzond als vervolg op het interview met Joop Huting. Er zijn vreselijke dingen gebeurd daar. Onder andere herinner ik mij bijvoorbeeld dat we 's morgens vroeg klaar moesten staan om een strafexpeditie te houden vlak in de buurt. Die expeditie die bestond hieruit dus ongeveer een afstand van 1 kilometer of 10. De huizen afbranden, een paar 100 meter breed. En alle mensen, behalve vrouwen en kinderen, kregen dus opdracht voor schiet maar neer. Die strafexpeditie die is gehouden. We zijn 's morgens vroeg weggegaan.
We hebben, zijn begonnen met de huizen in brand te steken. Er werd natuurlijk flink geschoten. Maar een gelukkige omstandigheid daarbij is dat wanneer je natuurlijk begint met huizen in brand te steken, dat de mensen vluchten. Dus het aantal slachtoffers blijft daar wel bij beperkt. Dat neemt echter niet weg dat over die hele afstand, zo'n halve dag lopen, zo'n kilometer of 10 lang, alles platgebrand werd en vooral de mannelijke bevolking dus werd doodgeschoten. Wat je dan het meest nog bijblijft, dat is dan toen wij terugkwamen langs diezelfde afgebrande huizen stonden die kleine kinderen, die stonden bij die afgebrande huisjes met de duimpjes omhoog. Djempol tuan, djempol tuan. En dat betekent goed zo, meneer. Deze kinderen wisten natuurlijk niet wat er gebeurd was. Althans, ze wisten misschien niet dat hun vader ergens in de Sawa en hun broer ergens in de Sawa doodgeschoten was. Kijk, als we nou dit, als we nou dit nagaan en we gaan dit vergelijken met wat in Nederland gebeurd is in Putten. Waar dus, omdat er een aanslag gepleegd was op Rauter, de mannelijke bevolking van Putten bij elkaar in een razzia bij elkaar gehaald werd en weggevoerd werd, waar ook niemand meer van teruggekomen is. Als ik nou deze twee met elkaar vergelijk, Putten en die aantal dorpen die wij daar platgebrand hebben en alle mannelijke personen hebben doodgeschoten, dan zie ik werkelijk geen verschil. Nou, persoonlijk moet ik zeggen dat ik ben in 48 op Zuid-Sneeuwers gekomen. En ik heb daar 2 jaar gezeten en er gebeurde letterlijk niks. Het was volledig gepacificeerd. Er waren geen guerrilla-strijders, er was geen onveiligheid, niks. Ik herinner me dat mijn bataljon op een gegeven moment blij was dat een van die leiders van die guerrilla's uit de gevangenis was ontvlucht. Want toen konden ze met het hele bataljon erachteraan. Hadden ze wat te doen. Maar op Zuid-Sneeuwers gebeurde niks. Dat was mede een gevolg van het feit van de zuivering die onder Westerling daar heeft plaatsgevonden. Die is later door de regering ook als oorlogsmisdaad betiteld. Ja, maar dat vind ik dus. Kijk, de regering, laat ik even buiten beschouwing, heeft toen gezegd, daar zijn toen misdrijven gepleegd. Maar Westerling had wel de opdracht om het te pacificeren. Hoe kon dit alles gebeuren? Hoe hebben we dit kunnen doen? Hoe is het mogelijk dat een Putten, symbool van Duitse methoden, zich in Indonesië heeft kunnen herhalen? En waarom komt dit alles nu pas tevoorschijn, 20 jaar na dato? Wisten we het niet of wilden we het niet weten? Het schijnt door de publicatie die nu aan de gang is dat veel van deze dingen verborgen zijn gehouden. Maar dat moet ik ontkennen. Ik heb hele dossiers, ik heb ze hier liggen ten dele, ik heb er nog veel meer in mijn archief. Ik heb hier een paar boekjes waarin publicatie is gedaan van dingen die gebeurd zijn in die tijd van de politionele actie. Maar ik weet ook wel de verklaring. Nederland was doof en blind. Voor de werkelijkheid en de waarheid van de situatie. Nederland heeft niet begrepen dat waar Nederland om gezucht heeft in de jaren van de bezetting, namelijk vrijheid, precies hetzelfde was als Merdeka voor de Indonesiër. Vindt u dat Nederland daar een rechtvaardige oorlog heeft gevoerd? Vanuit het perspectief dat het een deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden is, was het voor de troepen een rechtvaardige opdracht die ze uitvoerden. Heeft u last gekregen van schuldgevoel? Nee, nooit. Om tamelijk voor de hand liggende redenen, denk ik, zonder dat ik het wil afschrijven. En dat is dat wij daarheen gestuurd zijn. Op bevel van een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. Een democratisch gekozen regering. Met volgens de opiniepeilingen zeker geen 100%, maar toch iets van 70% mensen, kiezers, die zeiden dat is in orde. Daar moeten we naartoe en daar moeten we oor op zaken stellen. Door dit optreden krijgt de bevolking het vertrouwen terug en keert eerst aarzelend, daarna in groeiend aantal naar haar haardsteden terug. De eerste kennismaking is van doorslaggevende betekenis.
Maar de eenvoudige soldaat verstaat zo goed zijn taak. De onbewuste taak van afgezant van Nederland. We hebben dus gewoon onze plicht gedaan. En hulp verleend en dergelijke. Nee, dat is een soort hulpverlenende taak geweest die we gedaan hebben. En daar heb ik nooit geen spijt van gehad. Je zou een vergelijk kunnen maken met de uitzending van de vredesmissies. Wij gingen dus uit, ook in een soort van vredesmissie. Want je zou nu ook aan de mensen kunnen vragen die uitgezonden zijn naar Srebrenica. Heb je nou het gevoel waarvoor die keer naartoe gegaan bent? Dat is eigenlijk in de kern hetzelfde. Hulpverleners en vredestichters of oorlogsmisdadigers. Dat waren de twee beelden die in 1969 tegenover elkaar kwamen te staan met niet zoveel ertussen. En dat leidde in de Tweede Kamer tot een fel emotioneel debat. De oppositie onder leiding van Joop den Uyl opperde de mogelijkheid van een parlementaire enquête. Een instrument dat toen al in geen 20 jaar meer was gebruikt. Maar de regeringspartijen namen genoegen met een voorstel van premier De Jong tot een beperkt onderzoek. Niet verricht door de Kamer, maar door een commissie van deskundigen. En niet gericht op een politiek oordeel, louter op een inventarisatie van gegevens uit archieven. Min of meer de afhandeling dus zoals je die tot nog toe bij Srebrenica ziet. Ook daar klonk de roep om een parlementaire enquête. Ook daar werd toch besloten tot een onderzoek van buitenaf. Iets ruimer van opzet weliswaar, het NIOD betrekt er ook de politieke besluitvorming bij. Maar ook nu wordt er nadrukkelijk niet gevraagd om een politiek oordeel. Wat is het effect van zo'n rapport? Kees Vasseur, historicus en jurist, maakt deel uit van de begeleidingscommissie van het NIOD-onderzoek en was in 1969 als ambtenaar ook al betrokken bij de rapportage van de misstanden in Indonesië. De excessennota, zoals die ging heten, om het woord oorlogsmisdaden te vermijden. Hij werkte er 3 maanden aan en was op 2 juni 1969 bij de presentatie. Er werd ook een persconferentie gehouden in het gebouw van de Eerste Kamer met minister-president De Jong en de directeur van de Rijksvoorlichtersdienst. Ik mocht er ook bij zijn als jong ambtenaar. En op die dag was net in Nederland, of een paar dagen eerder, bekend geworden dat er op Curaçao een opstand was uitgebroken. Half Willemstad was in de as gelegd. Dikke rookwolken dreven boven het stadsdeel Punda nadat tal van zaken hier in brand waren gestoken. Het op Curaçao gelegerde detachement mariniers werd door de Antilliaanse regering te hulp geroepen. En zij namen een deel van de politietaak over. Eigenlijk een geschenk uit de hemel voor de afloop van het excessenonderzoek. Want alle aandacht richtte zich in die dagen op de inzet van Nederlandse militairen en mogelijk nieuwe geweldsmisdrijven in Willemstad. En de belangstelling voor het rapport, dat verdampte. De Uyl heeft het nog geprobeerd. Die heeft er nog dagenlang over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Ook voorstellen gedaan voor een parlementaire enquête. En dat wilde de regering natuurlijk tot geen prijs. Dat zou namelijk betekenen dat dus allerlei getuigen zouden worden opgeroepen. Dat dit een maandenlange vertoning zou worden. Dat natuurlijk voortdurend de aandacht hierop gevestigd zou blijven. Er was bij oud-strijdersorganisaties en veteranen toch al een pijloze verontwaardiging over al deze publiciteit. Men wilde daar onder geen beding aan. Geen parlementaire enquête over de gebeurtenissen in Indonesië. Het werd opnieuw stil. Dit monument voor de Nederlandse soldaten die sneuvelden kwam er pas in 1990, 40 jaar na dato. Of er in Indonesië incidenteel of structureel oorlogsmisdaden waren begaan, daarover is nooit een officieel oordeel gekomen. Hoe dat oordeel ook is, vergeten doen de veteranen niet. Kijk, wij moesten daarheen en we hebben heel veel meegemaakt. En dat is echt waar. Ik zal je één ding vertellen. Ons bataljon heeft 42 doden en 200 gewonden van de 1000 man. Dan kun je nagaan dat er wel wat gebeurd is. Zo is het ook. Had er een parlementaire enquête moeten komen? Nou, over Indonesië? Ja? Dat zou ik niet doen. Dat hoeft van mij helemaal niet. Waarom niet? Nou, daar zie ik het nut niet van in. Iets wat 50, we zijn in 1950 thuis gekomen. Ja, dat is 52 jaar geleden, moeten we er daar nog over beginnen? Nee, maar stel dat je het in 1970 had gedaan. Nou, ook niet. Had ik het ook niet gewild. Of in 1950? Nou, in 50 wel. Denk ik wel.
Want dan hadden ze ons nooit meer voor moordenaar uit kunnen maken. En voor verkrachters. En weet ik wel waar alle mensen, die, ook de mensen die hier zitten. De gewone mensen. Die zijn ook uitgemaakt voor verkrachters. De overheid, de politiek, moet onmiddellijk ingrijpen om de krijgsmacht als zodanig te verdedigen. Je moet maar zeggen, dit pikken we niet. Wij zijn verantwoordelijk, maar daar hebben ze heel lang over gedaan voordat ze die verantwoordelijkheid namen. Ze doken weg. Zo hebben dat zie je dus nu eigenlijk ook het schip. De politiek duikt ook weg. Waar liggen de verantwoordelijkheden? Die lagen toen op verschillende niveaus. Militair en politiek in Den Haag. Militair in Indonesië. Op hoge niveau, ver van dat vuur laat ik zeggen. Hè? Op middenniveau en op laag niveau. Dus de jongens met vuile handen. En dat verantwoordelijkheden zijn die je goed moet scheiden. Maar wat niet wegneemt, dat op elk van de niveaus elk individu zichzelf rekenschap moet geven. Accountability heet het. Het is geen responsibility, het is accountability. Je rekenschap moet geven, accounting, van datgene wat je doet en datgene wat je nalaat. Ja. Zit er een verschil in de verantwoordelijkheden, de rekenschap geven, van de jongens met de vuile handen en de politici? Ja, ik denk dat er een goed Nederlands gezegde is. Dat luidt, bij het vegen van de trap moet je bovenaan beginnen. Het is zover interessant dat natuurlijk in 1969 was De Rees geen minister-president meer. En Kok is het nog wel. Kok kan dus nog aan zijn jasje worden getrokken. En daarom is het ook wel aardig dat het rapport verschijnt in april. En niet 2 maanden later, zoals dit rapport begin juli of juni bijvoorbeeld. Hij is er nog. En hij zal dus als minister-president nog in de Kamer verantwoording kunnen afleggen, als de Kamer dat aandurft, over de conclusies van het rapport. De rapporteur van 1969 kijkt uit naar het debat over Srebrenica. De inhoud van het rapport daarover kent hij tenslotte als lid van de commissie die het onderzoek begeleidde. Srebrenica is natuurlijk wel een dermate grote gebeurtenis geweest, zelfs vergeleken met al die toch in omvang kleinere gebeurtenissen in Indonesië, dat een aparte behandeling rechtvaardigt. Dat daar wel degelijk een parlementaire enquête nog steeds 6-7 jaar na dato op haar plaats is. En dat lijkt me niet mis te verstaan als schot voor de boeg. Als de excessennota van 1969 iets leert, dan is het wel dit. Punt 1. Een onderzoek verricht met een beperkt mandaat geeft onvermijdelijk de nasmaak van een onderzoek waarin de onderste steen niet bovenkomt. En biedt daardoor geen genezing voor een nationaal trauma. Integendeel, het roept dat trauma juist weer wakker. En punt 2. Een onderzoek dat niet tot een politiek oordeel leidt, heeft het effect van een onderzoek dat schuldvragen op ondergeschikten afschuift en de politiek zelf buiten schot houdt. Afijn. We zullen zien. Dit was Andere Tijden. Let u morgen goed op de onze. Met dit in gedachten. Als het parlement morgen de nota voor kennisgeving aanneemt, dan betekent dat in simpele taal gezegd dat de politici elkaar dekken. Dat ze wel het optreden van de Nederlandse militairen, maar niet dat van zichzelf en van hun voorgangers laten onderzoeken. Wie het bij deze nota laat, laat opnieuw de Nederlandse militairen in de steek.